Maar het initiatief waar ik bij betrokken ben, ik zal eerst even vertellen hoe het ontstaan is en wie er nog meer bij betrokken zijn. Want die naam die rolt hier echt ieder uur over tafel, ja, weer, deze editie. Nou, wat we willen gaan doen, dit theater is bijvoorbeeld ook een mooie plek om mensen de kans te bieden om een soort opleiding of een cursus of workshops te laten volgen, net welke naam je eraan wil geven. Mensen die op de een of andere manier kennis willen maken met theater. Nou, daar ben ik bij terechtgekomen, bij Paul. Maar ik was niet de enige. Er is nog een belangrijk persoon in dit verhaal. En die zit hier ook in deze ruimte. Dat is Henk Deters. Ja, en wat wij allemaal gemeen hebben is dat wij van vroeger uit op een of andere manier die theatersprankel, die passie hebben meegekregen. Die heeft ons nooit meer losgelaten. Maar wij vinden dat veel meer mensen, met name in Venray, de kans moeten krijgen om ook dat virus te pakken te krijgen. En dan niet de schooljeugd, want daar wordt al heel veel voor georganiseerd. Maar wij willen ons met name richten op, ja, zeg maar grofweg, de mensen van 18 jaar en ouder. En dat en ouder moet je echt heel ruim zien. Al ben je 85 of 90, het maakt ons niet uit. Als je een keer, net als ons, die theatermagie wilt ervaren, dan moet je inschrijven voor deze cursus. Maar het is wel heel breed, hè? Want ik was gelijk wel geprikkeld. Nou, is dat bij mij vrij eenvoudig om mij te stimuleren voor het een of het ander. En nu vroeg ik gelijk aan Henk van, oh, mag ik dan ook? Of is het alleen voor kinderen? Of nee, jij mag ook. Nee, tuurlijk, je bent meer dan welkom. Ja. Wat zou je dan graag willen doen? Ik denk, maar jullie doen toch theater? Maar dat is veel breder dan op het toneel staan, hè? Nou ja, we zijn hier te gast in het theater. En de rode draad van de cursus zal zijn dat we gaan bouwen, gaan toewerken in 15 lessen. 15 maandagavonden, vanaf januari starten we daarmee. Van niks naar een eindproductie. En dat moet je niet voorstellen dat het een eindproductie van een 2 jaar durend programma of zo zal zijn. Dat is een klein toneelstuk of een theaterstuk. Het kan ook een musical stuk zijn. We weten het gewoon niet. Ontwikkelen. Ja. Ja. Wat wij gaan doen, Henk en ik faciliteren. Wij, nou ja, even grofweg, we beginnen de eerste bijeenkomst met een tekst. Daar zorgen wij voor dat die er is, maar dat is een kale tekst. En aan de cursisten is het om in kleine groepen met die tekst aan de slag te gaan. En misschien bij de ene groep wordt het een stuk dat zich afspeelt in een bos. Terwijl een andere groep ervoor kiest, nee, met die tekst gaan wij iets in. Zit in de ruimte. Ja, in de ruimte of in het ziekenhuis. Weet ik veel wat er bedacht wordt. Het gaat ook om de techniek en het gaat om de grim en het gaat om de muziek. Precies, dat is de rode draad. Maar we zitten hier in een theater en een theaterstuk bouwen is veel meer dan alleen het toneelspelen. Dus wij willen bijna wekelijks die mensen weer een nieuwe prikkel geven die te maken heeft met theater. Bijvoorbeeld, we willen een avond hier met Bas van de techniek. Een avond die mensen meenemen en laten zien wat kun je allemaal met de techniek in deze schouwburg. Op een gegeven moment hebben we, ik kan me voorstellen dat er bepaalde typetjes ontstaan, personages, en misschien is er wel grimeerwerk voor nodig. Nou, dan gaan we een avond met de mensen grimeren. Doen Henk en ik overigens niet zelf, beter van niet. Daar huren we dan en vragen we mensen voorbij om dat met ons te doen. Willy Voesten gaan we erbij vragen. Willy is wat ons betreft de man die we moeten hebben als het gaat om het maken van decors en het gebruik van requisieten. Heel veel mensen die beginnen met theater hebben de neiging om, ik noem maar wat, stel een scène speelt zich af in een sportschool, om een hele sportschool op te bouwen, terwijl je met wat licht, misschien één requisiet, de illusie wekt dat je in een sportschool zit. Maar nu ga ik je onderbreken voordat we de hele cursus hebben ontleed. Waarom is dit zo belangrijk? Dit is belangrijk omdat wij ervan overtuigd zijn dat er heel veel mensen in Venray rondlopen die regelmatig dit theater hebben bezocht en hebben gedacht, dat is wel mooi, hè? Eigenlijk wil ik ook een keer er op die bühne staan. Ja, en dat kan.